De wereldgroei en mondiale handel werden in het voorjaar zwaar getroffen door de coronacrisis en bijhorende beschermingsmaatregelen. Net als in andere landen was de impact op de Belgische economie wel iets minder zwaar dan eerst werd gevreesd. Na de lockdown volgde een stevig herstel. Maar jammer genoeg was die heropleving onvolledig en van korte duur. In het najaar werd de economie namelijk opnieuw uit de koers geslagen door een nieuwe coronagolf, hoewel de impact van de tweede lockdown duidelijk beperkter zou zijn dan in de lente. Al met al zou de Belgische economie in 2020 krimpen met 6,7%. Dat is ruim 3 keer zo sterk als tijdens de globale financiële crisis van 2008-2009. In de veronderstelling dat er een effectieve medische oplossing kan worden toegepast in de loop van 2021, volgt er een geleidelijk herstel met ruim 3% in de komende 2 jaren. Toch zal het BBP eind 2022 pas zijn niveau van voor de crisis bereiken. Het herstel van de economie wordt voornamelijk ondersteund door de gezinsconsumptie, zoals we ook al konden zien na de eerste lockdown. De mensen zullen minder sparen naarmate de winkels heropenen en ook andere bestedingsmogelijkheden terug toegankelijk worden. Bovendien werd de impact van de crisis op de koopkracht beperkt door massale overheidssteun, zoals het stelsel van de tijdelijke werkloosheid. De koopkracht per persoon zal de komende jaren opnieuw aantrekken. De bedrijfsinvesteringen zijn met een kwart gedaald in de eerste jaarhelft en zouden trager herstellen dan de gezinsconsumptie. De ondernemingen zullen namelijk pas hun investeringsplannen terug op punt stellen eens de onzekerheid rond hun vraagvooruitzichten definitief is verdwenen. De coronacrisis had ook een weerslag op de arbeidsmarkt en de werkloosheid loopt op. Toch blijft de schade relatief beperkt in verhouding tot de omvangrijke schok op het BBP. Het begrotingstekort stijgt tot meer dan 10% BBP in 2020. Op zich is dat niet zo erg als dat dient voor de tijdelijke ondersteuning van de economie. Maar het tekort blijft ook de komende jaren hangen op 6% BBP. Dat is onhoudbaar en het betekent dat eventuele bijkomende relancemaatregelen doelgericht en tijdelijk van aard moeten zijn. Om het herstel een duurzaam karakter te geven, is een stappenplan vereist voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën.